In deze video ga ik een schaduw werpen achter dit model. En deze foto is staand gemaakt met een enkele lamp en je ziet daardoor gewoon al een kleine schaduw daarachter ontstaan. Maar ik wil eigenlijk gewoon een langere schaduw en ik wil eigenlijk een soort van liggende foto. Om een schaduw te maken ga ik de vorm van het model in dit geval gebruiken. En belangrijk is dat je het model alvast uitknipt. Dat heb ik in dit geval al gedaan en dat heb ik gewoon gedaan omdat ze ook witte laarzen draagt. En zoals je ziet, de laarzen vallen bijna weg in de achtergrond. En dat maakt het eigenlijk een beetje lastig om een selectie te maken. Photoshop is daar helemaal niet uh, zo geweldig in in dit geval. Dus ik heb dat zelf al even gedaan. En ik heb die er ook gewoon op een nieuwe laag boven gezet, zoals je hieronder ziet. En als ik daartussenin dan gewoon een uh, witte laag neerzet, dan zie je dat ik op dit moment dit heb. Ik heb nu dus gewoon een uitsnede van mijn model die zweeft. Boven een laag met kleurvulling. In feite zou ik die achtergrondlaag gewoon uit kunnen zetten. En dat doe ik ook gewoon. Nou, wat wil ik gaan doen? Ik maak de foto een beetje kleiner. Ik wil zeg maar in dit gebied hier een schaduw gaan werpen van mijn model. En dan wel dat het er eigenlijk gewoon netjes uitziet. En hoe ga ik dat doen? Ik ga gewoon de vorm van het model een keer dupliceren. En dan selecteer ik die laag van het uitgesneden model. En ik druk op Ctrl J om hem te dupliceren. En ik dubbelklik op de woorden. En die laag noem ik dan schaduw. En deze laag moet dus gewoon de schaduw gaan worden. En wat is schaduw? Schaduw is donker. Schaduw heeft geen kleur. Eigenlijk is schaduw gewoon zwart. Dus deze laag moet ik gaan vullen met zwart. En als ik even alleen deze laag laat zien door op alt en het oogje te klikken, dan zie je dat daar verder eigenlijk gewoon alleen het model zichtbaar is. En dat kan ik heel makkelijk in één klik gewoon selecteren. Eigenlijk wel twee vingers nodig. Ik moet op het toetsenbord de control ingedrukt houden. En ik klik op het plaatje van mijn laag. En je ziet dat er stippenlijntjes buiten mijn model komen en dat betekent dat er een selectie is gemaakt. En deze selectie moet ik dus gaan vullen met zwart. Nou, nou is zwart in dit geval mijn voorgrondkleur, dus ik kan dat heel makkelijk met een toetsencombinatie doen. Is zwart bij jou nou niet je voorgrondkleur, je kunt je kleuren resetten door gewoon op de D te drukken. En dan wordt zwart de voorgrondkleur. Met Alt Backspace vul ik deze laag. En als je dat ziet, dan is mijn selectie dus gevuld met zwart. De contouren van mijn model zijn zichtbaar. Met ctrl-D heb ik de selectie weer op en ik ga hier nu mee aan de slag. De laagschaduw ga ik verplaatsen. Ik heb hem nu boven mijn model staan, maar ik heb hem er liever onder. Dus ik sleep hem een klein beetje naar onderen, net zolang totdat ik het streepje krijg. Laat ik hem los en dan staat hij eronder. Nou, dan klik ik de laag van mijn model weer aan. En mijn schaduw valt er perfect achter, is helemaal niet te zien. Wat wil ik nou met die schaduw gaan doen? Ik wil die schaduw naar rechts laten vallen. En zou ik dat nu doen, dan valt hij eigenlijk buiten beeld. Dus ik ga eerst gewoon mijn canvas groter maken. En dat doe je met de toetsencombinatie Ctrl-Alt-C. Dan krijg je dit venster voor je neus. En je hebt hier in dit geval gewoon de afmetingen van de foto staan. Hij is ruim 5000 pixels hoog en ruim 3000 pixels breed. Ik heb geen idee hoeveel breder die moet worden. Dus ik ga dit naar procenten zetten. En ik ga hem gewoon. 300% breed maken. Welke kant? Ik wil natuurlijk aan de rechterkant extra ruimte hebben, dus mijn origineel moet zeg maar aan de linkerkant blijven staan en dan zet je een bolletje aan de linkerkant van je negenhoek. En je drukt op oké OK. en je ziet wat er gebeurt, er komt gewoon een heel stuk canvas bij en ik heb nu ruimte om iets met mijn schaduw te doen. Nu kan ik dus mijn schaduw gaan vervormen en dat vervormen dat heet in Photoshop transformeren. Dus zorg dat je laag schaduw geselecteerd is en druk daarna op Ctrl-T. Er komen vervolgens lijntjes omheen te staan en deze lijntjes hebben punten. In het midden heb je een punt en dat is je centrale punt, je roteerpunt. Nou, dat gaan we verplaatsen. En op de hoeken en aan de zijkanten heb je uh, ankerpunten. Om dat punt in het midden te verplaatsen, dat moeten we gaan doen omdat de schaduw eigenlijk gewoon vanaf haar voet moet beginnen. Waar het model de grond raakt, raakt natuurlijk ook mijn schaduw het model. En je kan gewoon boven op het puntje gaan staan. En als je dan de muis ingedrukt houdt, kun je het naar beneden slepen waar jij het wil. En ik vind daar een mooie plek. Nou, ik laat hem los. En als ik nou bijvoorbeeld goed inzoom, dan zie je dat het puntje ook gewoon daar op de voet staat. Eventueel kun je het nog een klein beetje verder verplaatsen. Laten we het gewoon echt op het puntje zetten. In dit geval heb ik mijn rotatiepunt dus daar rechts onder neergelegd. En ga ik nu mijn schaduw verdraaien, dan zul je zien dat deze er langzaam bij komt. En als je bij de hoekjes gaat staan, moet je een keer klikken en dan heb je ook gewoon ja, de boogjes. En als je hem nu draait, dan zie je dat hij gewoon keurig buiten mijn model valt. En hij draait dus gewoon om dat punt wat we daar straks op de voet hebben geselecteerd. Alleen dit is niet de juiste manier om een schaduw te laten vallen. Dus ik maak dit even ongedaan. Wat is dan wel de juiste manier? Nou, de juiste manier is natuurlijk ook dat er gewoon een bepaald perspectief in die schaduw komt. En dat doe je heel makkelijk door gewoon met rechts op een van de ankerpunten te klikken. En dan heb je een aantal opties. Je hebt vrije transformatie. Dat was wat we net hadden. Dan kun je gewoon draaien en groter en kleiner maken. Maar je hebt ook nog andere dingen. Je hebt bijvoorbeeld ook nog schalen. Als je die kiest en je gaat dan aan een puntje trekken. Dan wordt die gewoon in de juiste verhouding groter. Is nou ook niet helemaal de bedoeling. Dus Ctrl Z om dat ongedaan te maken. Nee, de optie die wij eigenlijk moeten hebben. Dat is schuin trekken. Dus ik klik er met rechts op en dan kies ik voor schuin trekken. En wat er dan eigenlijk gebeurt als ik hier het middelste punt pak, dan zie je dat er twee pijltjes bij komen. En dan hou ik hem dan ingedrukt en sleep ik hem naar rechts. Dan zie je dat mijn schaduw eigenlijk gewoon qua hoogte wel gelijk blijft, maar verder is ook wel een beetje smaller wordt. Dat perspectief dat klopt beter. Maar ik vind hem veel te lang. Dit zou betekenen dat je een hele lage lichtbron hebt en die had ik in dit geval niet. Dus ik wil hem eigenlijk gewoon een klein beetje korter maken. Ik zet hem nog een beetje schuiner en ik klik er weer met rechts op. En dan kies ik weer voor vrije transformatie. En ik wil hem dus korter maken. De breedte is goed, maar ik wil top tot teen. Dat wil ik dus verder indrukken. En staat hij in vrije transformatie, dan zie je dat er een pijltje naar boven en beneden komt als je op de kruin gaat staan. En als je hem dan gewoon ingedrukt houdt en naar beneden sleept, dan zie je dat de schaduw ook gewoon korter wordt. Ik ga hem nog verder schuin leggen. Dit is op zich wel een aardig uitgangspunt. En ik dubbelklik gewoon ergens op de laag, of je kunt bovenin op het vinkje klikken. Deze schaduw klopt op zich vrij aardig. Alleen, ik heb natuurlijk gewoon de vorm van de hak meegedraaid, maar die plateauhol die zet nog een beetje verder door. Dus ik ga gewoon even met de kwast aan de slag met het penseel. Ik kies wel een vrij harde kwast. En ik schilder eigenlijk gewoon een stukje voet erbij. Dat maakt het net iets realistischer dadelijk. En ik zoom weer uit. Als ik nu de kleurvulling even aanzet, dan zou je kunnen zeggen: deze foto is af. Nee, natuurlijk is deze foto niet af. Ik maak even een selectie. En ik snij even alleen de stukken uit die ik wil behouden dadelijk. Dat stuk wit aan de rechterkant, daar hebben we niks aan. Nee, deze foto is natuurlijk niet af. Dit is geen realistische schaduw. Dit is gewoon puur een één op één silhouet van mijn model. Plus dat stukje hakker aangetekend. Wat is een schaduw? Een schaduw verloopt. Waar het licht mijn model raakt en het doorgaat naar de achtergrond, wordt het tegengehouden. En daar krijg je een harde schaduw. Dat zal bij de voet harder zijn dan boven bij het hoofd. Want bij het hoofd kan er nog veel licht ja, omheen krullen, zeg maar, tussendoor. Een schaduw verder weg is zachter dan een schaduw dichterbij. En de schaduw is natuurlijk ook nooit zo hard als wat je hier ziet. Als de zon heel fel schijnt, heb je harde schaduwen. Maar als je een grote lichtbron gebruikt, heb je natuurlijk zachte schaduwen. En als ik naar het gezicht van mijn model ga, dan zie je dat ik eigenlijk helemaal niet zonhard licht heb gebruikt. Wel kwam mijn licht van linksboven in dit geval. Dat zie je terug in de oogjes, maar ook bijvoorbeeld in de schaduwval onder haar kin. En daarom ligt mijn schaduw ook eigenlijk naar rechtsachter. Maar ik had dus helemaal geen hard licht gebruikt, dus ik wil geen schaduw met scherpe randen. En ik ga hem gewoon vager maken. Dat begin ik door te doen door er eerst een slim object van te maken. Ik klik met rechts ergens op een leeg stuk in de laag en ik klik op omzetten in slim object. En waarom doe ik dat? Nou, ik ga namelijk een vervaging toepassen. En ben ik daar niet helemaal happy over, dan kan ik die vervaging nog ongedaan maken. En het is belangrijk voor nog iets, dadelijk. Ik ga gewoon boven bij filter naar vervagen en ik kies voor gaussiaans vervagen. En zoals je al ziet, bij mij staat hij in dit geval op 24,9 en de schaduw wordt al minder hard. Zet je dit nog hoger, dan wordt de schaduw nog veel zachter. Alleen, ja, dit is natuurlijk ook gewoon niet realistisch. Ik wil iets wat bij het been klopt. Dus ik blijf zo rond deze waarde van 40 hangen. En dit is voor jouw foto waarschijnlijk wel anders. En ik klik gewoon op oké. OK. Nu heb ik dus een schaduw die in ieder geval aan de randen al zachter is, maar van haar voet tot aan het hoofd is de schaduw nog even hard. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hij moet bij haar hoofd ook nog zachter. En dat zachter, dat gaat niet alleen over het verloop van deze schaduw, maar ook de schaduwranden mogen aan die kant nog zachter. Hoe ga ik dat doen? Ik dupliceer gewoon deze laag schaduw. En dat doe ik door de laag te selecteren. Dat is in dit geval al. En ik druk op Ctrl J. En er komt een nieuwe laag bij, schaduw kopiëren heet die, met daaronder al het slimme filter. Dit zijn nu twee dezelfde lagen schaduw en de bovenste noem ik even schaduw hard. En met hard bedoel ik dus ja, een harde schaduw dichter bij de been en de andere noem ik gewoon schaduw zacht. Ik zet schaduw hard even uit en ik dubbelklik op het Gaussiaans vervagen bij schaduw zacht. Het filter wordt weer geopend en wat ik nu moet doen is de waarde eigenlijk vergroten. En op die manier wordt het bij het hoofd nog zachter. En dit was dus een van de redenen waarom je dus een slim filter koos. En als ik hem daar iets verder verhoog, bijvoorbeeld 110 en ik druk op OK, dan heb ik daar dus ook alweer een mooie verloop in. Zo vind ik de schaduw bij haar hoofd qua vorm mooier dan, uh, dan dat het een harde schaduw was. Dan in dit geval bijvoorbeeld deze schaduw voor haar hoofd is te hard en deze vind ik mooier. En deze schaduw is voor haar been weer mooier en deze is daarvoor veel te zacht. Dus we moeten daar een mix tussen gaan maken. En dat kan heel eenvoudig door gewoon een masker te maken. Ik zet schaduw zacht even uit en ik selecteer de laag schaduw hard. Om een masker te maken klik je hieronder op het witte vierkantje met het zwarte bolletje en je krijgt dan achter je laag een vierkantje erbij. En in dit vierkantje kun je lagen deels aan of uitzetten. Wil je meer weten over laagmaskers, dan kun je ook nog even in het bovenstaande filmpje kijken. Maar ik wil deze schaduw dus gewoon wel bij haar been hebben, maar ik wil die schaduw dus niet meer bij haar hoofd hebben. En dat moet zachtjes uit elkaar verlopen. Nou, dat ga ik doen met een verloopvulling in dit masker. En dat verloopvulling dat vind je hier of met de sneltoets G. En omdat je in het masker werkt, er staan witte vierkantjes omheen. Heb je dus automatisch de kleuren wit en zwart geselecteerd? En waar je in het eerste klikt, dat wordt je voorgrondkleur. En waar je hem loslaat, daar komt je achtergrondkleur. En dat wordt een verloop van wit naar zwart. En ik klik dat gewoon zo tot nou, ongeveer de helft, zeg maar. En je ziet het hele schaduwgedeelte bij het hoofd, dat is weg. Ik heb eigenlijk alleen nog maar schaduw van been over. Maar ik moet dus wel die schaduw van het hoofd terug zien te krijgen. En ik wil daar weer niet. Als ik bijvoorbeeld even deze laag aanzet, schaduw zacht. Ik wil hier alleen schaduw van het hoofd hebben en dus niet de schaduw van het been. Want die wil ik van de laag schaduw hard gebruiken. Nou, ik kan heel makkelijk dit masker doorkopiëren naar de laag schaduw zacht. En dan hou je de alt ingedrukt en je sleept hem gewoon bovenop schaduw zacht. En je ziet, hij wordt doorgekopieerd. Zet ik de laag schaduw hard even uit en selecteer ik schaduw zacht. Nu heb je dus de zachte schaduw die ik bij het hoofd wil bij het been. En dat was nou net niet de bedoeling. En dat komt omdat mijn masker eigenlijk gewoon alleen de linker onderhoek laat zien. En ik ga dat masker gewoon omdraaien door het te selecteren en op Ctrl-I te drukken. En je ziet het is precies omgekeerd. Ik heb praktisch geen schaduw bij het been, maar wel de zachte schaduw bij het hoofd. En zet ik nu de laag schaduw hard aan, dan heb ik daar die mengeling tussen. En dat is eigenlijk waar ik qua hardheid naar op zoek was. Alleen is het qua uh, lichtsterkte nog te erg. Nou, en dat kan ik eigenlijk gewoon heel eenvoudig doen door van de laag de dekking omlaag te zetten. Want het zal natuurlijk gewoon bij haar hoofd zachter zijn. En ook schaduwhard vind ik eigenlijk iets te hard. En daar zet ik de dekking ook van terug. Laat ik die gewoon eens rond de 80% houden. En die andere houd ik zo rond de 43% in dit geval. Eventueel kun je beide lagen nog tegelijk selecteren en met Ctrl-G dat in een groep zetten. En die groep noem ik dan schaduw. En eventueel kun je daarvan ook nog de dekking een klein beetje verlagen. En dan wordt het alweer een heel zacht, subtiele schaduw. Nu heb ik de kleurenvulling, is gewoon bij mij puur wit. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. In plaats van puur wit wil ik eigenlijk net even dat hele felle witte eraf. Zodat het een klein beetje grijs wordt. Misschien wil je daar nog een klein beetje een, 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 een zweempje in van. Geel zeg maar. Gewoon heel subtiel, zoiets als dit. En je krijgt een foto met daarover een geworpen schaduw. En ik vind eigenlijk de schaduw bij het hoofd nog gewoon te hard. Laat ik de dekking nog verder omlaag zetten. En ik heb op deze manier dus gewoon een schaduw bij mijn model neergelegd, waardoor die opeens heel natuurlijk wordt. Eventueel kun je nog gewoon zeggen in het masker. Als ik een nieuw laagmasker op de laag schaduw maak. En ik pak mijn kwast. Ik pak een wat grotere kwast, die wat zachter is. En met zwart maskeer ik hier dat nog uit op haar voet. En zo eenvoudig is het dus om eigenlijk gewoon in twee stappen, twee keer een schaduw te maken, daar een gradatie in te maken. Natuurlijk kun je ook nog gewoon een derde laag daartussen leggen en daar ook weer een gradatie in maken. Je kunt het zo uitgebreid maken als je zelf wil. Maar je ziet, het is dus eigenlijk helemaal niet moeilijk om aan de vorm van je model een schaduw op de vloer neer te leggen. Tot zover deze film. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!